schoonpapa, zus, tante, vrienden, buren, luisteren dan liefst alle liefste mama's voorlezingen. Die staan dan naar de street om de laatste boek te brengen. Of je mama nog gaat, we beginnen de boek te leren. Als derde kind van zes moet je tot op je vierde op een kater in dienst van dagen. Na een mega lange kleinkind wat je samen met je moeder en twee broers en een zus aan het kouden rijden. In de cité van Zwartberg komt van snel de draai en de familie begint met die nood van het leven. Iedere broer of zus heeft dan een of andere anekdote die er nog te maken heeft. Weet je nog, het is heel erg fijn en zin dat jij niet in je schuldigste. Voor een uur dat je samen met Tim de chat aan het woord bracht, die kun je ook nog eens te maken. Kom op het Indiaantje spelen met Tim Rutsen. En zo met Lucifer is de haak van de buren van steken. Dat is wat tijd dat je soms eraan kunt doen. Wat haalt hij zo veel van te kwamen met z'n twee? Samen met zijn verjaardag ging op heel graag op stap. Jij moest altijd op ons laten zien. Je jongere zus, om ons 14 jaar een beetje over met een arme lange papa. Met Sylvie mag je samen in de eenheid. Als nog een tjeetje op mama heet, dan merk je dat je daar voor 10 keer is afgegaan, dan is Sylvie wakker en jij komt gewoon bij de stad. Ik heb er echt wel geen reden. De volgende week in Haagdoen. Daarom dat we zaken altijd niet op dat moment zorgen. Zelfs toen we ons ooit iets wijsmaakt dat we ons een korte afstand van onze standaard hebben. Wij waren teleurgesteld toen we de spiegelpleeg en onze losgestapsel zagen. Samen met zijn Johnny en papa naar de champagne. Daar moet papa net voor je huis moest of je een vrij kon dansen. En ja, when a man was born, and the rest is geschiedenis. Je trouwt met twee kinderen. Ieder jaar ben ik papa van 6 weken op vakantie naar verschillende plaatsen in Italië. Onze reis niet groeven, maar we hebben echt wel geen vrienden. We hadden op de wereldcamping een mega pret. Waterdoenreis, de chintolieren, computerkasten spelen en zelfs op het moment dat ik graag heb in de voorstel van een tent. Iedere zaterdag naar de shoppingkamer te winkelen, naar de molenrijken, ijsjes en pannenkoeken eten, terwijl papa in de wielstoelen van zijn vriendjes aan het genieten. Iedereen weet dat hij altijd heel goed in de hand stond. Tijdens de vakantie speelden alle kinderen rond de muziekje van 4 op 4. En als we als kinderen weer geraakt in onze muziek en het Italiaans en het Zweedse, weet je, was altijd onze persoonlijke chauffeur. Zelfs toen ik de zin heb om op te leren, moet ik aan stoppen om mama ook op zonder oppen uit te slapen. Als je dan morgen ging opnemen om 2 uur 's nachts in een jeugdcafé, om een half uur te vervelen aan de baas aan de boek. Toen ik dat hoor had, ben ik aangepakt, zei je: wacht gewoon, wil je ook brengen aan de boek? Ik heb je gewoon mensen. Je was iemand die naar op zoek ging: dansen, uitgaan, lachen, dansen en feest hebben, altijd graag gedaan. Zelfs toen je in de Duitsers optreden stond op de eerste rij. En ook samen met papa naar het vliegtuig naar New York mee te zien. Prachtige schade van de vrouwen waar voor jou het meest indrukwekkend wordt gekomen in de hand. De schrik dat het weer terug te druk ging zijn om daar rond te roepen tussen het volk was meteen weg. Allemaal wat om de vrouwen te zijn. Ook genieten van concerten kon je, Tina Turner, Rolling Stones en zoveel anderen. Ieder jaar gingen we ook naar het bluesfestival. Met een grote kom vol pasta en op de zijde water doen hadden we. Iedereen weet dat. Ben als een boot halen, zei heel vaak tegen papa. En dan kwam hij 5 uur later thuis en was geen vriend tegengekomen. S'avonds nog van zomer op bezoek gaan met de auto of met de fiets. Dat vond ik ook geweldig. Als we dan midden in de nacht op straat fietsten, hadden wij geen schrik van mij. Met het oude dorpen waren ook meer plaatsjes naar voren. Veel operaties zijn er ook. Waar veel vrucht, hernias, osteoporose en andere plaatjes. Niets stond je op positiviteit in de weg en je vocht tegen alle pijn. Nooit had je gedacht dat je nog Jonas zou worden. Onverwacht kwam het nieuws dat die kleine reis in aantocht was. Je was zo fier op Facebook dat je schreef: ik voel me meer dan rijk, elke keer naar je kijken blijven zien. Je verzorgde samen
zagrijskomogen, of het allemaal niet zijn. Dat is het achtste man, dat je er best wel niet. Lexi? Lexi, kom je hier? Thank you.
confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata Santa Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, pregate per me il Signore mio nostro. Muove e far marco che voi, così come non sono stati, non si sono intervieni e non si credono in potete dirvi. Ascolta, Signore, le preghiere della Chiesa per la nostra sorella Maria. La fede la associò al popolo dei credenti. La tua misericordia la unisca all'assemblea dei santi nella dimora di luce e di pace. Per Cristo il nostro Signore. Ascoltiamo con attenzione la parola di Dio. Uit het boek Wijsheid van Jezus Christus. Mijn kind, als hij zelf iets bezit, neem het ervan en doe jezelf te goed, zoveel als je kunt. Bedenk dat de dood niet duurt en dat het verdrag met de koninklijke nog niet getoond is. Voordat je dood gaat, moet je je vriend goed behandelen en met uitgestrekte hand goed bij het aan hem doen. Ga in de witte dag niet ontsnappen. Zorg ervoor dat jouw deel van het geluk niet aan je vrienden hebt. Zul jij je bezit niet aan een ander nalaten? Opa! Testimoniando il suo amore alla vita. Possiamo dire
senza per questo rattristarsi fino a perdere la gioia e il sorriso, anzi, guardando avanti. Lina ha amato la vita, e lo ha manifestato, l'ha testimoniato principalmente nell'amore alla famiglia. Un amore che certamente è stato ricambiato. Sono testimone della bella comunione che vive nell'ambito della sua famiglia, con tutti i membri che la compongono, della sua disponibilità, della sua laboriosità, del suo mettersi al servizio. Per questo, oggi, salutandola, non possiamo non tenere nel nostro cuore le note di gioia che si esprimono anche attraverso la musica che le figlie avete scelto, le note di festa, perché l'amore per la vita Lina lo ha espresso anche nell'amore appunto alla musica e alla danza, nell'amore per i viaggi, per le scoperte, per le esperienze da vivere e condividere vicino e lontano. Ecco, per tutti gli aspetti che hanno caratterizzato la vita di Lina, noi rendiamo grazie al Signore e a Dio che è il principio di vita, che ci dona la grazia di esistere in questa realtà terrena. Affidiamo la nostra sorella, certi che le parole di Gesù che abbiamo ascoltato nel Vangelo valgono già oggi per Lina. Gesù diceva: verrà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno. Quanto peggio il bene per una risurrezione di vita. Noi crediamo che sulla base dell'insegnamento di Gesù, della testimonianza degli Apostoli, sulla base della fede che ha mosso anche la vita terrena della nostra sorella Lina, che siamo chiamati a partecipare oltre questo tempo presente della vita nell'eternità. Possa Lina sentirsi fiera del sentimento di amore che vive e continuerà a vivere in tutte le persone a lei care, anche oltre questo momento di saluto, nella certezza che l'amore è destinato a trovare pieno compimento nella vicinanza e nella presenza con tutte le persone che amiamo presso Dio. Lì la nostra vita è al sicuro. Lì la vita di Lina è al sicuro. Laten we denken en proberen, bidden tot onze Heer Jezus Christus, die gezegd heeft: ik ben de belijdenis en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Von diesen Familien kommen, an Raum und Zähne.
Lina si è addormentata nella pace di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, la raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre, accompagnandola con la nostra fratella preghiera. Lina, che nel battesimo è stata riconosciuta figlia di Dio e tante volte si è nutrita alla mensa del Signore, possa ora partecipare al convito dei santi del cielo e sia erede dei beni eterni promessi da Dio ai suoi servi fedeli. Per noi che sentiamo la tristezza di questo distacco, supplichiamo il Signore, perché possiamo un giorno, insieme con i nostri cari, andare incontro a Cristo, quando Egli, che è la nostra vita, apparirà nella gloria. Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima della nostra sorella Lina, con la sicura speranza che risorgerà nell'ultimo giorno insieme a tutti i morti in Cristo. Ti rendiamo grazie, Signore, per i benefici che le hai dato in questa vita, segno della tua bontà e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, apri le porte del paradiso. E a noi che restiamo congiunti, dona la tua consolazione con le parole della fede, fino al giorno in cui tutti riuniti in Cristo potremo vivere sempre con te nella gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Riceviamo adesso l'immagine e il ricordo della nostra sorella Lina. Thank you.
sorella, cognata, prima. Grazie per tutto quello che hai fatto per me, perché anche se tu non ci sei presente fisicamente con me, mi hai lasciato ricordi meravigliosi che gustino per sempre nel cuore. Mamma Rosa, sorella, fratello, per sempre. Quello che c'è in fondo al cuore non muore mai. Nel cuore lasceremo che abiti ancora la presenza della nostra sorella Lina. La porteremo ancora nella preghiera personale o comunque ci troveremo con l'espressione della gratitudine che arriva presso di Dio in cielo. Ma custodiremo anche qui, nella chiesa della missione, l'immagine che abbiamo appena ricevuto, affinché la comunità di cui si trova possa ricordare nella propria preghiera e affidare ancora a Dio l'espressione dell'amore che ci lega. Ci mettiamo in piedi per invocare la mia parola. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace. Thank you.